NEC pakt thuis in de Goffert belangrijke 3 punten tegen Heerenveen. Uitblinker Vito van Krooi schittert daarbij met 2 treffers. Dan is het denk ik een degelijke overwinning en hebben we daarvoor moeten knokken, maar dat is goed gedaan. En verder in het nieuws vandaag. Partij Nijmegen opent nieuwe speelhal en het dak gaat er weer af op nieuwe editie Bolderpop. NEC heeft de 3 punten in eigen huis gehouden na het duel tegen SC Heerenveen afgelopen zaterdagavond. Door 2 treffers van Vito van Krooi en een kopgoal van Bram Nuitink waren de Nijmegenaren met 3-0 te sterk. Trainer Rogier Meijer kijkt dan ook terug op een effectief NEC. Ja, ik denk wel. Ik denk dat we er nog wel eentje bij hadden kunnen prikken. Maar uiteindelijk waren we vandaag denk ik effectief op het moment dat het moest. En hebben we goed verdedigd, want we hebben denk ik heel weinig weggegeven. En dan, dan lijkt het redelijk simpel, maar dan is het denk ik een degelijke overwinning. En we hebben er hard voor moeten knokken, maar dat is goed gedaan. Nee, na 3 minuten lag hij er al in. Ja, klopt. Thuisdebuut. Ja, debuut heb ik natuurlijk vorige week al gemaakt, maar thuisdebuut, ja, geweldig om zo te beginnen. En best wel een belangrijke wedstrijd voor ons om weer te klimmen op de ranglijst. Dus dan is het natuurlijk extra lekker dat je zo begint in de wedstrijd en dat je meteen een doelpunt maakt. Je moest er lang op wachten, maar daar was je dan, het doelpuntje. Ja, klopt. Ja, mooi. Maar ik sta er niet voor de doelpunten natuurlijk. Hè. Dus het is leuk als je een keer scoort als verdediger zijn. Alleen je houdt toch liever de nul en je wint liever wedstrijden dan dat je scoort. Dus vandaag was het allemaal, dus dan is het leuk. Effectief NEC vandaag? Ja, denk het wel. Want ik denk dat na die 1-0 creëer je in de eerste helft volgens mij echt vrij weinig. Tweede helft denk ik dat je na die 2-0 van ons, dat zij een kopje een beetje laten hangen. Dan komen er wat meer ruimtes en dan kan je wat beter voetballen denk ik op hun helft. Alleen ik moet ook zeggen, kijk, ze hebben volgens mij ook echt niks gecreëerd. Dus in dat geval geef je gewoon heel weinig weg. Voetbal je in sommige momenten wel gelukkig weer wat beter. En wat ik zeg, als je dan eenmaal 2-0 voor staat, dan komen die ruimtes vanzelf. En dan vond ik wel dat we dat wel goed deden qua het voetbal dan. En gelukkig maak je die 3-0, dan is het klaar. Ja, toch de eerste helft die was nog wel moeizaam. Hè? Weinig kunnen creëren toen nog, na het doelpunt. Ja, nou ja, we hebben 1 goal gemaakt, dus dat is al heel behoorlijk natuurlijk. Maar uiteindelijk is het daarna een wedstrijd waarin heel veel middenveldspel zit. Weinig ruimtes om echt gevaarlijk te worden van beide kanten. Wij die wat hoger druk zetten dan Heerenveen, denk ik. Dus dan geef je ook soms wel eens wat meer weg. Ja, uiteindelijk gaat het er ook om dat je dat volhoudt. En in de tweede helft zie je wel dat we belangrijke duels winnen. Dat we net iets vrijer worden aan de bal. Sano bijvoorbeeld is daar een goed voorbeeld van. Ja, dan ga je ook weer iets meer creëren. En, nou, we kunnen ook goed wisselen, dus dat helpt natuurlijk ook. Vroeger was naar de bioscoop gaan het uitje, maar tegenwoordig worden de nieuwste films vanaf de bank gekeken. Bioscopers zullen erom manieren zien te vinden om toch bezoekers te trekken. De megabioscoop in Nijmegen-Noord opent daarom een nieuwe arcadehal. Een filmpje kijken, maar dus ook lekker gamen. Of je nu terug verlangt naar de gouden tijd van flipperen, Pac-Man en airhockey, of de nieuwste VR-games wil uitproberen, er valt van alles te beleven. We hebben inderdaad pas Pathé Games geopend. En het is een arcadehal waar we verschillende spelletjes aanbieden, zoals airhockey, maar ook flipperkasten, grijpautomaten. En we willen altijd eigenlijk wel de link leggen met film. Ondanks deze nieuwe speelhal blijft het natuurlijk gewoon een bioscoop. De games in de arcadehal hebben dan ook een link naar de nieuwste, maar ook nostalgische films. We hebben echt wel geprobeerd om altijd een link te hebben met film. Dus we hebben een Tomb Raider game. We hebben een flipperkast van James Bond. Mario, met de Mario movie van vorig jaar. In de grijpautomaten zitten ook knuffels met filmgerelateerde plush in. Dus zodoende proberen we wel altijd die link met film terug te halen. De nieuwste spelletjeshal is niet de eerste activiteit die er in de Nijmeegse bioscoop plaatsvindt naast het draaien van films. Met andere activiteiten zoals X-Cube en Go Gaming wil men meer zijn dan alleen een bioscoop. We willen, want we hebben natuurlijk al de X-Cube en Go Gaming hier bij Pathé Nijmegen. En dat is eigenlijk een bestemming op zich. En we wilden voor onze bezoekers kijken van goh, hoe kunnen we het uitje nog leuker maken. Dus met een arcadehal kan je vlug voor of na de film nog even een spelletje spelen. De hal is toegankelijk voor elke bezoeker die een filmpje komt pakken of naar een van de andere activiteiten gaat.
Als jullie een ticket voor de bioscoop hebben, voor de film natuurlijk, of voor Go Gaming, als jullie een spelletje komen spelen voor simracing, PC gaming of console gaming, of middels onze X-Cubes, is een digitale escape room. Als jullie daarvoor tickets hebben, kunnen jullie automatisch spelletjes spelen bij onze nieuwe Sympathy Games. Naar aanleiding van onze reportage van afgelopen vrijdag over de mogelijke plannen die ProRail heeft met de locatie langs de A15 bij Reet, reageert de spoorbeheerder onkennend. Volgens de overbeterse partij BOB zou ProRail plannen hebben om na het afschieten van de Rail Terminal Gelderland nu zelf aan de slag te gaan met deze grond. Een woordvoerder laat weten dat ProRail slechts één opdracht heeft gekregen vanuit de gemeente Arnhem om de mogelijkheid met het terrein te onderzoeken. Verdere plannen zouden er nog niet zijn. Toch komt dit wel overeen met de mogelijke plannen die BOB noemde. Zij stelden namelijk dat het rangeerterrein bij Arnhem verplaatst zou worden naar Reet om zo ruimte te creëren voor woningbouw in Arnhem. Het Romeinse masker op het Nijmeegse stadseiland werd zondagochtend wakker met een blinddoek om. Extinction Rebellion had het geblinddoekt. Ook in tientallen andere steden in Nederland zijn deze zondag standbeelden geblinddoekt. De klimaatactivisten wilden zo provincies oproepen tot een beter en een rechtvaardig klimaatbeleid. Tijdens de landelijke actie Statue Sunday blinddoeken activisten van Extinction Rebellion standbeelden in de hoofdsteden van de 12 provincies en in andere steden in Nederland. Ook in Arnhem verschenen er doeken op verschillende bekende beelden in de openbare ruimte. Het Pax Christi College in Druten werd dit weekend weer even omgetoverd tot het grootste feestje in onze regio. Voor de 19e keer werd Bolderpop georganiseerd. Het feest voor mensen met een beperking. En weer is het de organisatie gelukt om een aantal grote namen te boeken. Senna, zanger Marinus, de havenzangers en natuurlijk het feestteam. Ze waren allemaal van de partij bij Bolderpop. Elk jaar weer staat Druten even in het teken van muziek, dansen en keihard meezingen. Voor mensen met een beperking is het elk jaar weer iets om naar uit te kijken. En natuurlijk was Mr. Bolderpop Jochem van Gelder dit jaar ook weer van de partij. Ja, het is als al die jaren. Dit is de 19e editie. En Bolderpop is iedere keer eigenlijk een grote reunie. Dat is als ik hier naartoe rijd en ik kom hier uit een naburig dorp. Dus ik moet twee dorpjes verderop kom ik hier. En ik rijd naartoe, dan rijd ik al met een grote glimlach hier naartoe. Want de vrienden, want inmiddels de vrienden van Bolderpop, die in het publiek zitten, die ontmoet je dan weer. Die heb je misschien soms een jaar niet gezien. Misschien tussendoor wel. Dus de ontvangst is altijd al enorm fijn. En dan ja, ieder jaar een fantastische line-up van artiesten. Na 19 edities is het feest populairder dan ooit. Nog nooit was het zo snel uitverkocht. Er komen bijna 400 bezoekers, gasten, van begeleiding tot gasten. En het is een topjaar. Binnen 3 weken waren we uitverkocht online. Dus ja, dat zegt genoeg volgens mij. Iedere bezoeker heeft zijn eigen favoriete artiest. Ja, ik heb hier goed naar mijn zin. Dus. En straks komt Jan Bikkel. Dus, dat is jouw favoriet? Ja, dat is mijn favoriet. Ja. Ik heb hem wel eens een keer op YouTube gezien op mijn tablet. En ja, dus straks komt hij hier op het podium. En dan ga ik met Jan Bikkel ook op de foto. Dus. En met de havenzangers daar ook even. Wat vond je van Senna? Waar ben je mee op de foto geweest? Ja, met Senna is het wel heel erg leuk. Ja. Leuk artiest. Dus. Voor Senna is het de eerste keer dat ze op Bolderpop optreedt en het publiek maakt gelijk een goede indruk. Nou ja, ik vind het bijzonder dat er zeg maar hier aan iedereen gedacht wordt, om het zo maar even te noemen. En dat iedereen de kans krijgt om ook gewoon even gezellig iets te doen en even nergens aan te hoeven denken. En het enige wat ze dan kunnen doen is gewoon lekker feesten, meezingen, drinken wat ze willen, eten wat ze willen. Ja, de gezelligheid spat er vanaf. Dat is natuurlijk fantastisch. Volgend jaar bestaat Bolderpop 20 jaar. De organisatie is al druk bezig met alle grootste plannen. Dat het weer een groot feest gaat worden, staat in ieder geval vast. En dat is natuurlijk allemaal te danken aan het publiek. Van het feestje ben ik elke dag hierbij. Dus, Bevangen, ze zijn eerlijk. Ze vieren feest, hebben geen remmingen en dat is soms lastig. Maar vooral op een middag, zoals vanmiddag, is dat alleen maar heel fijn. Ja, het meest dankbare publiek dat er is, 100%. Het is de dag waar we met z'n allen naartoe liggen.
Ja, de week begon vandaag een beetje met een valse start. Door de dag heen vielen er geregeld wat regen. Toch gaan we nu weer de goede kant op. Dinsdag zal grotendeels droog verlopen. Een enkele bui is daarbij niet uitgesloten, maar ook de zon zal zich wat vaker laten zien. En er wordt daarbij zo'n 16 graden. Ook de dagen erna houden we het droog en is de zon steeds vaker aanwezig. De temperatuur blijft rond de 16 graden, waardoor het aangenaam najaarsweer is. Ook als we verder kijken, blijft het weerbeeld voorlopig vrij stabiel. Dit was het RN7 regionieuws van maandag 21 oktober. Voor meer nieuws kijk je natuurlijk op onze website rn7.nl of in onze gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je even niet een nieuwe aflevering van De Streek in, maar we duiken even terug in de archieven vanwege de herfstvakantie. En we gaan op bezoek bij Museum de Bastei. Graag tot morgen!